Gas erop. Van dik hout zaagt men Pinocchio's. Vibrato's, daar komt een tweede gedeelte. Dat speel ik nu. Ja. Ja, ze komen allemaal. Maar dit is de laatste van de eerste serie. Ja. Nee, er moet nu echt even geposeerd worden van hoger hand. Dus, wat pauze. Fuck pauze. Oké. Okay. Flowers, man. Flowers. Ja. Je kunt alles roken, weet je dat wel. Ja. Flowers. Ja. Ik heb thee gerookt, koffie gerookt. Ja. Koffie is heel maf. Als je koffie rookt, hè, heb je ineens zulke bolle ogen. Dat is wel speed, ja. Wel met melk en suiker, hè? Ja, ja, ja. Met melk en suiker. Schoonmoeder. Ja. Maar wat is je telefoonnummer? Weet ik niet, ik bel mezelf nooit. Maar, ja. Ik ken in alle talen twee woorden. Coca-Cola. Ja. Alleen het eerste, hè? Ja. Klopt, ja. Ik heb het altijd zo maf gevonden, weet je wel. Wij zeiden altijd een cola. Maar in Frankrijk hebben ze al die jaren al gezegd aan coca. Ja. En daar woonde die Mariani, hè, die coca wijn maakte. Hè. Die maakte coca wijn. Ja, echt, van coca-blad. En daar heeft hij nog een pauselijke onderscheiding voor gekregen. Van paus Leo XIII. Die vond dat hij er zo lekker op door kon werken. Hé, hey, voor je? Hey. Ja. En Edison. Edison heeft hij ook bedankbrieven van. Edison, anders stond ik hier niet te spelen met die rotzooi, hè? Ja, is toch te gek, hè? Ja. En Jules Verne, die deed het ook. Dat is ook begrijpelijk eigenlijk wel, hè? Ja. Maar ja, met coca moet je wel uitkijken. Ja, want in de Inca-legende staat... Toen de goden terugkeerden naar de hemelen, zijn zij één plant vergeten. Dus be a god, of blijf eraf. Oké, okay, folks. Goed. Doopsongs tweede deel. Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze het noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrek weinig meer van. Je bent nu net zo spaced out als ik. Maar hoe je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne, ben ik te min, omdat je pa een grotere kar heeft dan de mijne. En toch ga je blijven, maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je maar? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer, de dooie lul. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij aan boeren? Maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min?
omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne. Maar kijk uit, je bent er niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet zo erg belangrijk vindt, want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je dan kunt, nou hé, hey, kom dan gerust weer. En anders, dan sodomiet je morgen. Want het is echt niet wat ik niets om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. En ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Oké, even een joint bouwen. Ik ben zo terug.